Steun de Doesburgse ondernemers met uw december aankopen. Zij maken het mogelijk met leuke aanbiedingen. Meneer Noorderweer, goeiedag. Toen wij begin van dit jaar aan deze tafel zaten, zei u voor de camera dat het ongeveer een halfjaartje zou duren voordat er een nieuwe burgemeester zou komen. U heeft toen uitgelegd hoe de procedure was. We zijn inmiddels een jaar verder. Hoe is dat nou gekomen? Ik denk dat wij een wijze commissaris van de Koning hebben. Oké. Die bij zichzelf dacht van, Doesburg is in rouw. Mm-hmm. Maar als die rouw achter de rug is, dan moeten ze ook een beetje op adem komen. En als ze op adem zijn gekomen, dan gaan we over tot de vervulling van de vacature. Dan is daar ook weer energie voor. En dat maakt dat het met elkaar één jaar is geworden. Oké. Maar ik heb begrepen dat niet alleen de commissaris een vertragende factor geweest is, maar ook de gemeenteraad van Doesburg. Dat die, nou, ik vind dat geen vertragende factor. Nee. Ja, ik leg net uit wat de achterliggende idee daar was. En de commissaris is degene die uiteindelijk het tijdpad aangeeft en het tijdpad uitzet. Okay. Dan moet de gemeenteraad daar wel in volgen. Oké. Dat betekent dus dat de thuisgrond van u een half jaar heeft moeten zwichten onder die benoeming van waarnemend burgemeester van u. Hoe is dat aangekomen? Nou ja, kijk, dat gaat zo glijdend, hè? Ja, ja dat gaat wel glijden. Ik moet er ook geen karikatuur van maken. Het is zo van, we hadden hiervoor getekend, dus we maken het af. Oké, maar u slaat nu een vlucht van verlichting misschien? Ja, mijn vrouw slaat een vlucht van verlichting. Okay. Het is toch wel iedere morgen als ik zo weer de auto rijd, dat ik extra meekrijg van rij voorzichtig. Want het is toch een eind deze kant uit. Pendel op en neer. Ja. 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 Het is nu bijna een jaar geleden, het overlijden van Kees Lusink en de aanvang van uw waarneming. De tijd gaat heel erg snel. Hoe kijkt u persoonlijk terug op uw periode hier in Doesburg als waarnemer? Ook omdat het langer is geworden. Ja. Het hele jaar kun je niet op je handen blijven zitten. Nee. Als het maar een korte tijd is, dan denk je van, nou, we zitten in een rijdende trein en die trein die rijdt gewoon verder. En ik begeleid dat totdat ik weer uit kan stappen en de volgende komt. Maar als dat langer duurt, dan wordt op een bepaald moment ook initiatief van je verwacht op een aantal punten. Mm-hmm. En dan moet je er wel helemaal voor gaan. Mm-hmm. Ja, dat is ook gebeurd. Ja. U zei net initiatieven worden verwacht. Kunt u daar een voorbeeld van geven, van een van de initiatieven die u op u genomen heeft? Nou, weet je, dat zijn toch meestal allemaal zaken die al wel gaan. Maar we hebben eens gekeken naar een investeringsagenda. We hebben eens gekeken op welke punten zouden de komende jaren in de stad geïnvesteerd kunnen gaan worden. Mm. Ja, dan ga je daar helemaal voor en dan trek je dat verhaal ook. Ja. Nou, dit jaar heeft u Doesburg leren kennen als bestuurder. Hoe heeft u het ervaren om als bestuurder in Doesburg te zijn? De aansturen van de gemeente, de wethouders, de ambtenaren natuurlijk, maar ook de mensen in de stad? Nou, daar moet ik volgens mij bij dat laatste wel mij een beetje verontschuldigen. Okay. Toen ik dacht van, ik kom hier en het is maar een half jaar, heb ik best veel energie gestoken in de gemeenteraad, in het college en de directe kring daaromheen. Maar eigenlijk was ik als burgemeester vroeger gewend om met alle verenigingen contact te maken en je helemaal in de haarvaten van zo'n samenleving te gaan verdiepen. Dat heb ik niet gedaan. Ook omdat ik me dacht, het is een half jaar. Dan op een bepaald moment is het drie kwart jaar en dan duurt het nog maar even. Dus ik feliciteer de stad met hun nieuwe burgemeester die eraan komt. Want die heeft daar ongelooflijk veel zin in om dat te gaan doen. Ja. En dan zal gebeuren wat eigenlijk van iedere burgemeester gevraagd mag worden. Dat hij niet alleen burgemeester is, maar ook burgervader. Ja. Blijft ze dan niet dat misschien achterhoofd spelen van, joh, ik ben maar waarnemend, ik ben nog maar tijdelijk? Jawel, dat speelt ook mee. En daarom ook gezegd, als je denkt, nou een half jaar is zo voorbij. Het is nu weliswaar een jaar geworden, maar dat had dus wel wat anders gekund. Achteraf. Ja.
Wat heeft u als ervaren bestuurder, mag ik wel zeggen, ontdekt wat er in Doesburg voor verbeteringen voor vatbaar is en wat er voor verbeteringen in aanmerking komt? Ja, maar daar moet je nou wel heel erg voorzichtig mee zijn. Hè? Om gewoon, zo, je komt binnen, je bent een jaar, je gaat weer weg en dan zeggen we, nou, dat heb je niet voor elkaar, dat heb je niet voor elkaar en dat zou nog beter kunnen. Misschien heeft u dingen gezien of dat zegt van, nou, daar moeten ze op letten. Nou, laat ik eerst even iets heel positiefs zeggen. Wat mij zo verrast is de vitaliteit van Doesburg. Dat vind ik echt heel erg opmerkelijk. Het is een heel klein stadje, wat met 11.000 inwoners, in vergelijking met alle andere plaatsen in de provincie Gelderland. Ik geloof dat alleen nog maar Roosendaal wat kleiner is. Er zijn nog een paar kleinere plaatsen. Maar de vitaliteit hier in deze stad is ongekend. Als men vindt dat er iets moet gaan gebeuren, dan gebeurt er iets. Ja? En gelijktijdig denk ik dan ook van, maar dat heeft ook te maken met de toekomst van de stad en daar komen we ook nog over te spreken. Als jij met die 11.000 inwoners echt zelfstandig wil blijven, dan moet je de boel echt goed voor elkaar hebben. Dat hebben ze ook wel, maar zou het nog beter kunnen? Ja, volgens mij kan het nog beter. Zeker in het verkopen van het product Doesburg. Ik heb ergens anders eens verteld dat ik deze zomer, en mijn bureau is hierachter, met onder het openslaande raam vaak gehoord heb van hoe gezellig het in dit kleine stadje was. En dan denk ik, is dat nou alles wat Doesburg te bieden heeft? Gezelligheid. En dan denk ik van, nou, dan ligt hier zoveel geschiedenis. Ongelooflijk veel geschiedenis. Waar kun je dat zien? Kun je nergens zien. De kerk. De Martinikerk en de Martinitoren hebben ongelooflijk veel te bieden. Wat kun je lezen van de geschiedenis van de Martinikerk? Je moet er een boekje voor hebben. Maar in de kerk en de omgeving van de kerk zelf niks. De Ridderlijke Duitse Orde met de commanderij heeft een enorme invloed hier gehad. We weten niets van de Ridderlijke Duitse Orde. En zo zijn er dingen waarin je volgens mij het product Doesburg echt veel beter moet verkopen. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de linies. Volgens mij is dat het verborgen kapitaal van de stad. Als ik vraag aan gewoon een gemiddelde Doesburger, weet jij nou precies waar de linies zijn? Dan kunnen ze misschien zeggen de hoge linie en de lage linie, maar het belang voor Doesburg, nee. En dat betekent volgens mij dat je heel veel meer bezoekers zou kunnen trekken. Maar wat u nu zegt, dat is er eigenlijk al vastgelegd in dat economisch beleidsplan, wat al een aantal jaren in Doesburg op poten gezet gaat worden. Nu altijd naar uitvoering komt. Ik moet zeggen, het college en in gezamenlijkheid met de raad trekt er hard aan. Ja. Maar u vroeg mij, wat zou er nog wat verbeterd kunnen worden? En dan denk ik, als je het product Doesburg wilt gaan verkopen en je wilt eigenlijk zorgen dat mensen hier langer blijven. En langer blijven betekent hier overnachten. In de bed and breakfast of in het hotel. Dat betekent dat ze hier door het centrum heen lopen en de dingen kopen en gewoon hier geld gaan uitgeven. Dan verdient Doesburg er ook nog wat aan. Dus volgens mij zou de stad meer kunnen verdienen. Okay. Stel nou dat er op korte termijn opnieuw een verzoek aangedaan wordt voor een waarneming in een gemeente. Wat is uw reactie dan? Nee. Ik zou u zeggen. U zou het ook niet overwegen? Nee. Nee, ik ben nu 68 en het wordt nu tijd dat gewoon een andere generatie het overneemt. En er zijn genoeg mensen die dat kunnen. En stel je voor dat je op een bepaald moment met een rollator het gemeentehuis in geholpen moet worden, omdat jij zo moeilijk afscheid kunt nemen. Nee. Dat twee bodems nodig zijn om de ketting om te doen. Bijvoorbeeld. Ja. En dat je nog op andere dingen geholpen moet worden. Nee, het is nu genoeg geweest. Ik wil de vraag opnieuw aan u stellen. Bijna een jaar na ons eerste interview was u er erg voorzichtig mee. Heeft een relatieve kleine gemeente als Doesburg nog toekomst als zelfstandig ondernemer? U heeft net al wat aangegeven door samen te werken, door goede visie. Maar zou het niet zo zijn dat op een gegeven moment toch een moment komt dat de provincie zegt van joh, zorg maar dat er een keer een duurzame samenwerking, dat er een integratie gaat plaatsvinden. Ik weet niet wat Den Haag gaat zeggen en ik weet niet wat Arnhem gaat zeggen, want over het algemeen zijn ze daar heel voorzichtig in. Mm-hmm. Het eerste antwoord moet gegeven worden door Doesburg zelf. Ja. Nou, dan geef ik u aan. Als je ruzie krijgt in het college en je gaat vechten over straat, je hebt veel gedoe in een gemeenteraad, of je hebt een organisatie die slecht functioneert, dat zijn de beste ingrediënten om ervoor te zorgen dat je zelfstandigheid zo opgeheven wordt. En het is aan Doesburg zelf om te bepalen wat ze daar nou mee wil.
Nee? Gruzie, daar houden mensen niet van. Ik heb het elders meegemaakt, als rollenbollen men over straat loopt, is het zo met je afgelopen. Dus begin daar niet aan. Okay. Goeie Twee, baan. Zorg dat je je zaakjes helemaal goed voor elkaar hebt. Ja. En laat zien dat je ook een toekomstperspectief hebt. Daarom roep ik ook op van investeer nog meer in die stad dan tot dusver het geval is. Ja. Die mogelijkheden zijn aanwezig, die zijn ook financieel aanwezig. Dus het is aan Doesburg zelf om te laten zien dat ze haar zelfstandigheid kan bewaren. Maar nogmaals, met geruzie is het zo met je afgelopen. Oké, waarvan akte? Waarvan akte. Nu uw waarnemende taken erop zit, valt het wennen, hè? Zeker, het zou wel wennen zijn om al die tijd over te hebben. Val je dan niet in een zwart gat? Nee, ik val niet in een zwart gat. Nee hoor, nee. Ik heb een aantal zaken die ik nu weer ook kan oppakken. En dat komt helemaal in orde. Mag ik vragen wat voor zaken dat zijn? Leuke hobby's misschien? Ja, ik heb wel een aantal hobby's. Een aantal besturen heb ik nog wel. En ik ga veel op stap met mijn vrouw. Oké, okay, ja, dat verwacht ze al. Ja. Trouwens, wat ik wilde vragen, is dat een lucratieve bezigheid, zo'n waarnemende? En wat wilde ik precies weten? Nou ja, of is in dit geval ook de fiscus de grootste gelukkige? Nou, je krijgt hier een salaris. Ja. En dat betekent dat 52% naar de belasting gaat. Ja. Dus die weten mij wel te vinden. Ja, nee, dat is. En zo hoort het ook in Nederland. Ja. Nee, die norm die is bekend van twee. Geen enkel probleem mee. Ja. Okay. Stel dat u zou overwegen om te gaan verhuizen. Zou Doesburg dan een stad zijn waar u eventueel zou willen gaan vestigen? Ja, meneer. Misschien is dat een vraag die eigenlijk al half beantwoord geweest is. Ja, meneer. Ja? Ja. Maar het is nog niet definitief. Nou, wij wonen op dit moment prachtig in de buurt van Nijmegen. Maar dat is met een enorme tuin. En daar begin ik hinder van te krijgen. Dus wij gaan ons huis langzamerhand maar eens verkopen. En dan oriënteren we ons op deze streek. Ja, ja, want u komt uit Zutphen. Die heeft daar een huis liggen, heb ik begrepen. Ja. Dus een beetje dichter bij Zutphen. Dus ja, maar dat hoeft niet per se de stad zelf te zijn. Okay. Nou, de nieuwe burgemeester staat te trappelen om beëdigd te worden. Aanstaande vrijdag. Dat betekent dat uw taak erop zit. En de aandacht gaat in eerste instantie naar haar uiten. Is uw eigen afscheid een beetje met een stille trom of ook wel degelijk met de nodige aandacht voorbereid? Nou, er is een geweldige reclame van een jongen die dan zegt, er waren drie geweldige dagen. Ja. Ja, als ik dat hier bij elkaar optel in Doesburg, dan waren het geweldige 370 dagen of zoiets. Ja. En wat mij betreft is dat ruim voldoende. Okay. Dus wij gaan met het college gewoon een broodje eten. Ja. En met de organisatie eet u ook een broodje. En daarmee zeg ik vrijdagmiddag om 1:05 tegen mijn vrouw. Kom op meid in de auto. Ga naar huis. Okay. Maar vrijdag is uw laatste dag dan bij de beëdiging. Maar u heeft nog een aantal taken deze week als het nu is. Ja, er staan nog een paar leuke dingen. Ja. Morgen dan hebben we om 10:00 een ontvangst hier met de nieuw benoemde stadsorganist van Doesburg. Ik zeg er maar direct bij, dat is niet een betaalde functie, maar een erefunctie. Een erebaantje, ja. En de nieuwe stadsorganist is ook organist van de Martinikerk. Hij speelt ook bij de installatie van de burgemeester. En donderdag dan wordt de enorme reling van de Turfhaven onthuld. 130 meter, een fantastisch object. Mm-hmm. En dan vrijdagmiddag, dan mag ik de nieuwe burgemeester de ambtsketting omhangen. En zoals gezegd, om 5:00. Rij terug naar Nijmegen. Oké, en dan sluit u de periode af. Sluit ik deze periode af. Mag ik u danken ook voor de periode dat we hebben mogen samenwerken. Mag het was me genoegen. Regelmatig heb ik mogen zien. Het was me genoegen. En dames Doesburg, hartelijk dank voor al uw inzet en al uw waarnemende functies die u gedaan heeft. Graag gedaan. Steun de Doesburgse ondernemers met uw decemberaankopen. Zij maken het mogelijk met leuke aanbiedingen.